Zo, dan gaan we kijken of we wat aan de haak kunnen slaan. Dit is Anthony Smit. Streetvissen, vissen midden in de stad, is zijn allergrootste hobby. Vissen in Amsterdam, hartje Amsterdam aan de grachten, is altijd mooi. En het is natuurlijk de mooiste stad van Nederland om in te vissen. En het is niet alleen mooi om hier te vissen, het heeft ook succes. Er is vaak wel een vis te vangen en de ene keer is het groot en de andere keer is het klein. Maar er komt altijd wel een vis op de kant. En de vissen die gevangen worden zijn nogal verschillend. Dit is Tom die gisteren nog een meter lange snoep ving. In augustus ving Martijn deze meerval van 1,5 meter. En eind juli kregen we dit filmpje van een grote steur binnen. Ik heb zelf ook wat mooie vissen gevangen in Amsterdam. Dit is er één van, een mooie baars. Ja. En dit is die snoekbaars die ik ook heb gevangen. En het is altijd mooi als je zo'n vis terug kan zetten, zodat iemand anders hem weer kan vangen. Nou, wat een joekel, joh. Zeker weten, deze was 90 centimeter. Stadsecoloog Geert Timmermans vindt de grote vangsten totaal geen verrassing. Het heeft te maken dat enerzijds het riool niet meer op het grachtenwater loost, waardoor de waterkwaliteit beter wordt. Wat ook nog belangrijk is, is dat het grachtenwater eigenlijk in open verbinding staat met de Amstel en met het IJ, waardoor het ook een hele mooie migratieroute is voor allerlei soorten vis. Ik denk dat het water toch schoner wordt. Er wordt minder rotzooi in het water gegooid, minder chemische stoffen. Er wordt ook op gelet door Sportvisserij Nederland en de Hengelsportvereniging van Amsterdam let op de waterkwaliteit. Alleen wil het vandaag nog niet echt lukken. Nee, ik heb nog geen vissen op de kunstas gekregen. Dus je kan me niet beloven dat je sowieso wat gaat vangen? Nee, dat kan je nooit beloven, man. Het heet vissen, niet vangen. En dus gaan we zelf maar even met een GoPro kijken of we onder water wat kunnen zien. Maar ook dit is een hopeloze missie. Daarom gaan we bij een andere plek kijken of de vissen wel willen bijten. Anthony, nieuw plekje. Gaan ze hier wel bijten? Nieuwe stek, nieuwe kansen. En ja hoor, al snel is hier meer resultaat. Heb je weet? Ja man, ik heb er eentje aan. Is de grote? Nou, hij voelt niet verkeerd. Oh, hij schiet los. En dan... Hey, volgens mij heb je er een, man. Ja man, een mooie vis die eraan hangt. Wat is dat? Een snoekbaarsje. En nou gaat hij de pan op? Nee, we gaan hem even laten zien voor de camera en dan mag hij weer terug. Kijk, dat is de prijs. Ja. En het zijn prachtige vissers. Lekker vuil, een mooie blauwe gloed. En hij mag weer lekker zwemmen. Ga maar lekker laten zwemmen inderdaad. En dan gaat hij weer.